Erik Alsink, het is nog vroeg in het seizoen, maar ze zeggen wel eens je moet ook je mindere wedstrijd winnen om uitzicht te houden op een kampioenschap. Vond je dit een mindere wedstrijd? Niet in balbezit, maar wel als het ging om kans creëren. Ja, maar dat was zeker ook de verdienste van Stadoko. Die goed de duels aan ging, overal op het veld. En na die eerste 20 minuten overleefd te hebben, kwamen ze toch wel beter in de wedstrijd. Waren ze ook meer bij onze goal te vinden. De ploeg die denk ik toch een aantal gevaarlijke buitenspelers heeft, gevaarlijke spits heeft. Snel in de counter, snel in de omschakeling. Ja, en als je daar dan wat tegen gaat verslappen, dan geef je eigenlijk een beetje het initiatief weg. Wat we de eerste 20 minuten wel hadden. Waar we het vervolgens niet uit scoorden. Het waren niet grote kansen, maar het waren wel mogelijkheden om uit te scoren. En die mogelijkheden die kregen zij in het verdere verloop van de eerste helft ook. Hè. Onze keeper die let twee keer goed op, pakt die bal uitstekend. Dus ja, in de rust was het toch wel een verhaal van we moeten niet indutten. Hè. Niet zelf denken dat we wel op 80% of 90% dit gaan oplossen. En daar is deze ploeg te goed voor, te gevaarlijk voor. Nou ja, je weet het eindverhaal. We zijn aardig op de been gebleven. Ik denk dat we door middel van een dood moment, een prachtige vrije trap. Het was eigenlijk die wedstrijd wel een klein beetje gespeeld. Want in de tweede helft heb ik eigenlijk bij Stadoka niet een gevaarlijke situatie voor onze goal gezien. Dus winnen jullie door twee standaard situaties, twee dode spelmomenten. Heel belangrijk in het moderne voetbal. Is dat een extra wapen van jullie? Het is wel mooi dat je een paar mensen hebt die wel weten hoe ze een bal moeten raken. We doen er niet heel erg veel mee op de training, maar er zijn gewoon een aantal jongens die dat gevoel hebben en die ballen feilloos weg kunnen leggen. Bovendien was het in dit geval de dreiging van twee andere mensen, een linkspoot en een rechtspoot die langs de bal lopen en de derde man die neemt hem. De keeper niet al te groot, hij zat prachtig boven in de hoek, dus geen schijn van kans eigenlijk voor de keeper. Ja, en de panelsituatie, we hebben de eerste panel missen we. Wat een echte panel was. En de tweede is ook een echte panel. Ik denk een beetje onnodig van de keeper die daar een aanvaller die naar buiten toe moet uitwijken. Toch aantikt. Het was wel, overigens wel een echte strafschop. En die moet er dan nog wel even in. Nou ja, dat zijn de twee dode momenten. Die zijn inderdaad belangrijk in het huidige voetbal. 4 gespeeld, 12 punten. Het is nog heel vroeg in het seizoen. Maar zijn jullie bestand tegen de druk die er nu bij komt kijken? Welke druk? Nou ja, van het koploper zijn, van het opgejaagd worden? Nou ja, ik sta liever, ik denk dat de meeste jongens er zo over denken. Je staat liever met 4 gespeeld 12 punten dan 4 gespeeld 0 punten. Dan heb je ook druk, maar andere druk. Hè, dit is natuurlijk druk te kloppen ploeg. De ploeg die elke week maar weer waar moet maken. Gelukkig hebben we een redelijk volwassen groep spelers met ook veel concurrentie daarin. Dus we kunnen gewoon niet verzaken, dat moeten we ook niet doen. We moeten gewoon, net wat je eerste vraag was, winnen van de kleintjes of een mindere wedstrijd winnen. Zo zei je het eigenlijk, hè? Een mindere wedstrijd. Ja, dat zijn gewoon 3 punten. Goede wedstrijden win je vaak wel. En als je een moeizame wedstrijd speelt, dan is het ook de kunst om dan ook 3 punten uit het vuur te slepen. En dat hebben we vandaag gelukkig weer voor elkaar gebokst. Gefeliciteerd. Dankjewel.